Voor onze voedselproductie zijn we afhankelijk van sterke en weerbare gewassen. Het doel van Let Us Know is om krachtige veredelingstechnologieën te ontwerpen om op een slimme manier nieuwe slarassen te veredelen met gunstige eigenschappen voor groei en weerbaarheid. Ja, de partners in dit Let Us Know programma zijn 6 veredelingsbedrijven en die hebben samen de meerderheid van de wereldslamarkt in handen. En de 7e partner is de Genenbank in Wageningen, die een grote collectie wilde slalijnen hebben waar wij veel gebruik van gaan maken. Ja, in het onderzoek willen we de kennisbasis over het gewas sla verbreden, veel kennis opdoen en dat gaan we doen met 500 wilde slalijnen, waarvan we met behulp van sequencing gaan kijken naar de activiteit van genen en daarnaast ook uiterlijke kenmerken, maar ook respons van sla op allerlei triggers uit de omgeving. En dat gaat ons heel veel leren over hoe sla zich kan wapenen tegen allerlei omstandigheden in het milieu. En wat ook belangrijk is, dat naast de plantenbiologie die centraal staat, is er heel veel aandacht voor de bioinformatica, de data-analyse, waarbij krachtige methoden worden gebruikt, big data aanpak en dergelijke, machine learning, om op die manier tot goede selecties van eigenschappen te komen en veel te leren over planten in het algemeen. De impact die we hopen te bereiken is dat we met niet alleen veel fundamentele kennis zullen genereren, maar ook de veredeling meer kennisgedreven kunnen maken en toepassingen kunnen ontwerpen om sla beter weerbaar te maken, bijvoorbeeld tegen ziekteverwekkers of klimaatveranderingen. En daarmee ook kunnen bijdragen aan een duurzamere productie. En dat is heel belangrijk in de toekomst.